Dag, mevrouw Siska Arts. Wij zijn vandaag bij elkaar gekomen als Artsen zonder Grenzen om een antwoord te vinden op uw vraag. Namelijk, hoe kun je iemand met autisme helpen aan een toekomstperspectief? Hier naast mij bevindt zich de knuffeltherapeut. Daarnaast de lacharts. Aan mijn andere zijde de pillendokter. Waarnaast de denkarts zit. Daar moet ik eens even over nadenken. En als laatste de angstarts. We zijn hier bij elkaar gekomen om hier uitvoerig over te discussiëren. Beginnende met het denken, wat ik persoonlijk als hoofdarts heel belangrijk vind. Dit is mijn domein. Het denken van een persoon in het algemeen is natuurlijk erg belangrijk voor hoofdarts. Ja. Is het denken voor de toekomst dan wel zo'n goed idee? Ja, daar moet je eens goed over nadenken. Daar heb ik wel een pilletje voor. Nou ja, het is natuurlijk wetenschappelijk bewezen dat je gedachten natuurlijk altijd in balans moeten zijn. Hè? Je moet wel evenwichtig kunnen denken. Is het misschien niet handig om eens in twee weken een groepsknuffelsessie te houden? Daar kan ik ook een pilletje van vinden. Maar die pilletjes. Ik weet niet of dat wel zo goed is voor het hoofd. Is het wel goed, die pilletjes? Daar moet ik eens goed over nadenken. Nou goed, het is belangrijk om mensen bewust te maken van hun gedachten. Hè? Dat je de gedachten ordent en op papier krijgt misschien. Maar die gedachten op papier krijgen, ik weet niet of dat wel een goed idee is. Ik weet het niet zeker meer eigenlijk. Daar moet ik eens goed over nadenken. Zou ik nog een pilletje verzoeken? Kijk, het is ook altijd belangrijk om te kijken hè, hoe de persoon denkt. Daar moet je op inspelen natuurlijk als arts. Maar meneer, dit voelt al goed aan. Moet je nagaan met mensen. Ja, ik weet niet of dat wel zo'n goed idee is. Maar al dat knuffelen en dat soort dingen. Ja, nee. Ik weet het niet meer hoor. Ja, maar goed, altijd maar aan angst blijven hangen. Hè, dan moet je natuurlijk wel iets mee doen. Hè. Kijk. Zoals een pilletje nemen. toch is vastgelegd dat toch knuffelen heel kan helpen. Vooral met connecten. Maar goed, het is natuurlijk altijd wel lichamelijk contact, dus is vaak lastig. Hè. Ja, maar dat is ook beangstigend, dat soort dingen hoor. Echt. Ik moet daar echt over nadenken. Ja, ik zit ook wel eens te denken. Er zijn natuurlijk heel veel wetenschappelijke onderzoeken geweest in het verleden. Misschien moeten we daar ook even naar kijken. Knuffelen brengt meer harmonie. Nemen. Het is wel spannend allemaal. Willen worden al zo lang. En ik moet daar toch zo. Wat is jullie nou moeilijk? Nou, we gaan die gewoon van je hoofd, naar je gevoel en gewoon aan de slag met je lui. Gosje mijne, dat ik daar niet eerder had aan gedacht. Huh? Nou, ik denk dat dit ons antwoord is op uw vraag.